van harte welkom op deze academische zitting, plechtigheid ter gelegenheid van de oratie van professor Noldus. Ook van harte welkom aan alle gasten die via de livestream aanwezig zijn. Volgens gewoonte gaan we deze plechtigheid openen met gebed. Spiritus Sancti, gratia illuminet, sensus et causa nostra. Gaat u zitten. Nogmaals aan iedereen van harte welkom. Mijn naam is Lutgaard Buidens, ik ben decaan van de faculteit, maar vandaag vervang ik de rector in deze academische zitting. Professor Noldus gaat vandaag zijn reden uitspreken ter gelegenheid van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar Behavior Innovation. Even kijken. Behavior, Information Technology and Innovation. Hij is benoemd als bijzonder hoogleraar. En dat komt omdat zijn carrière in de wetenschap ook bijzonder is. Soms noemen we het ook buitengewoon. Professor Noldus is als bioloog afgestudeerd in de Universiteit Leiden, heeft vervolgens zijn promotie gedaan in de Universiteit van Wageningen en heeft vervolgens een hele bijzondere academische carrière gemaakt, wetenschappelijke carrière. Meer dan 30 jaar heeft hij gewerkt om de wetenschappelijke kennis om te zetten in echt werkende systemen. Dat heeft hij vooral gedaan als CEO van zijn eigen bedrijfje, Noldus Information Technology. Maar hierbij heeft hij ook meer dan 150 wetenschappelijke publicaties geproduceerd. En daarbij ook heel veel promovendi en studenten daarbij begeleid. Hij is ook lid van die Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie, waarbij hij verantwoordelijk is voor de internationale relaties. En hij is ook daarbij vicevoorzitter van de International Academy of Technology and Innovation. En daarnaast is hij ook actief in diverse adviesraden, zowel in de publieke als in de private sector. Via deze leerstoel hopen wij dat professor Noldus zijn krachten zal kunnen bundelen als wetenschapper, innovator en bestuurder om de wetenschap en zijn wetenschapsgebied verder te brengen. Professor Noldus, wij kijken uit naar uw reden. Mevrouw de rector Magnificus, collega hoogleraren, onderzoekers, studenten en andere leden van de universitaire gemeenschap. Familie en vrienden. Het is een groot voorrecht u te mogen toespreken als hoogleraar aan de faculteit de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. In de komende 45 minuten maak ik u graag deelgenoot van mijn fascinatie voor het gedrag van mens en dier en de mogelijkheden die de techniek ons biedt om dat gedrag te bestuderen, te begrijpen en te beïnvloeden. Vervolgens zal ik met u delen hoe die kennis kan worden ingezet bij de ontwikkeling van zinvolle producten en diensten en de ethische aspecten daarvan. Ten slotte zet ik graag uiteen hoe deze onderwerpen de bouwstenen vormen van mijn leerstoel Behavior, Information Technology and Innovation. Fascinatie voor het gedrag van dieren is duizenden jaren oud. Aristoteles, een van de grondleggers van de biologie, schreef in de 4e eeuw voor Christus diverse boeken over dieren, in het bijzonder hun lichaamsdelen, zintuiglijke waarneming en voortbeweging. Zijn geschriften getuigen van oog voor detail en inzicht in de relatie tussen vorm en functie en zijn meer dan 2300 jaar na publicatie nog steeds zeer lezenswaardig. De experimentele studie van diergedrag is van veel recenter datum. Ik doel hier op de etologie, de studie van het gedrag van dieren in hun natuurlijke omgeving. Het fundament hiervan werd in het midden van de 20e eeuw gelegd door Tinbergen, Lorenz en von Frisch, die in 1973 de Nobelprijs ontvingen voor hun baanbrekende onderzoek aan het gedrag van vogels, vissen en insecten.
Een belangrijke bijdrage aan de ethologie door onze landgenoot Timbergen is de formulering van de vier vragen die moeten worden beantwoord bij de studering van diergedrag aangaande het mechanisme, de ontogenie, de functie en de filogenie. Deze vormen nog steeds de hoeksteen van de moderne ethologie. De eerste twee, het mechanisme en de ontogenie, vragen om observatie en registratie van het gedrag, dat sindsdien de basismethode van experimenteel gedragsonderzoek is geworden. Mijn eigen interesse in de gedragsbiologie ontlook halverwege de middelbare school. Op mijn 15e kreeg ik van mijn moeder een verkadealbum, geschreven door Jacques P. Thijssen, die voor mij een groot inspirator zou worden. Geen wetenschapper aan de universiteit, maar een onderwijzer aan de kweekschool te Amsterdam. Hij geldt als een pionier van de natuureducatie en de natuurbescherming in Nederland. Thijssen heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten, waarvan de verkadealbums en de co-producties met Elie Heijmans de bekendste zijn. Heijmans en Thijssen moedigden hun lezers aan om zelf de natuur in te trekken en eigen waarnemingen te doen. Ook wetenschappelijk was hun aanpak vernieuwend. Zij beschreven planten en dieren niet alleen afzonderlijk, maar ook in samenhang als onderdeel van levensgemeenschappen en stonden daarmee aan de wieg van een ecologie in ons land. Hun belangrijkste wapenfeit op het gebied van natuurbescherming was de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 1905, als reactie op de plannen van de gemeente Amsterdam om het Naardermeer te bestemmen tot vuilstort. Na de redding van het Naardermeer kreeg de natuurbescherming in ons land een groeiende aanhang onder de bevolking en werd het ene na het andere natuurgebied veiliggesteld. Het pionierswerk van Heijmans en Thijssen in de natuureducatie en bescherming heeft impliciet bijgedragen aan het begrip voor wat we later duurzaamheid zijn gaan noemen. De boeken van Thijssen zetten mij op het pad van de botanie, de ornithologie en de entomologie en deden me besluiten voor de studie biologie in Leiden te kiezen. Was aanvankelijk mijn nieuwsgierigheid en interesse in alles wat groeit en bloeit de primaire drijfveer, in de loop van de jaren groeide de behoefte om onderzoek aan plant en dier te combineren met een nuttige toepassing. Het Eureka-moment deed zich voor na het volgen van een college van de bevlogen jonge hoogleraar Joop van Lenteren, helaas vandaag verhinderd, die een introductie verzorgde in de biologische bestrijding van insectenplagen met natuurlijke vijanden. Dat deelgebied van de ecologie bood precies waar ik naar op zoek was, wetenschappelijk onderzoek met een praktische toepassing. Namelijk het oplossen van plagen in de landbouw, middels duurzame gewasbescherming en het herstel van verstoorde ecosystemen. Dat ik mijn roeping had gevonden, werd mij helemaal duidelijk na het lezen van een boek van de Californische onderzoeker Paul de Bach, die op meeslepende wijze de vroege succesverhalen van de biologische bestrijding heeft opgetekend. Hij vertelt hoe economisch belangrijke gewasteelten zijn gered door de introductie van natuurlijke vijanden. Soms na een avontuurlijke speurtocht naar een specifieke predator of parasiet in het land van oorsprong van het gewas. Inmiddels weten we dat er vaak jaren van laboratoriumonderzoek nodig zijn om tot succesvolle biologische bestrijding te komen. Bijna 50 jaar na de publicatie van de Bach zijn de plagen de wereld nog niet uit. Integendeel. Volgens de recente studie van de FAO gaat wereldwijd 40% van de landbouwproductie verloren aan plagen, met een schade van $220 miljard tot gevolg. Van die schade staat minimaal $70 miljard op het konto van plaaginsecten. Decennia lang vormden chemische insecticiden het standaard bestrijdingsmiddel met enorme schade voor voedselketens en nuttige insecten zoals bijen en hommels tot gevolg. Gelukkig hebben overheden dat ingezien en worden steeds meer stoffen in de ban gedaan. Werk aan de winkel dus voor entomologen om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Bij insectenplagen gaat het per definitie om grote aantallen. Denk aan een kas met tomatenplanten waarin zich miljoenen individuen van de witte vlieg bevinden. De Leidse vakgroep dierecologie was sterk in populatiedynamica, het deelgebied van de ecologie dat zich bezighoudt met het modelleren en voorspellen van aantalsveranderingen van populaties in de tijd. Joop van Lenteren leerde ons dat een betrouwbaar model van de interactie van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden op populatieniveau kennis vereist van het gedrag van de insecten op het niveau van het individu. En dat vraagt om observatie, registratie en analyse van het gedrag. Mijn object van studie werd de minuscule sluipwesp Trichogramma, die haar eieren legt in de eieren van vlinders, zodat daar geen rupsen uitkomen, maar sluipwespen. De vraag die ik mocht oplossen luidde: hoe vindt deze parasiet haar gastheren in het veld? Dat werd het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek in Leiden
en mijn latere promotieonderzoek in Wageningen. Gedragsonderzoek aan zulke kleine dieren vereist een nauwkeurige, gecontroleerde testomgeving. Een belangrijk apparaat voor het testen van de geurrespons van insecten is de vierarmige olfactometer, uitgevonden door mijn co-promotor Louise. Waar is Louise? Daar. Daarin kun je een insect laten kiezen tussen verschillende geurzones. Trichogramma bleek sterk te reageren op de feromonen die vrouwtjes motten afgeven om een mannetje te lokken voor de paring. Voor observaties aan het vlieggedrag van de wespen bouwde ik windtunnels, waarin de vlieg- en landingsrespons van trichogramma op geurstoffen afkomstig van motten of waardplanten gemeten kon worden. Die experimenten leidden tot de ontdekking dat de lokstoffen van de motten zich 's nachts hechten aan een waslaag op de bladeren, die als een slow-release dispenser fungeert die de geuroverdracht vrijgeeft. Wespen die deze geur al vliegend waarnemen, laten zich uit de lucht vallen en doorzoeken al trommelend met hun antennes het bladoppervlak, met een verhoogde kans op het vinden van eieren. Zo werd chemische spionage de titel van mijn proefschrift en was het werkwoord afruiken geboren. Voor de gedragsregistratie programmeerde ik een draagbare computer die als event recorder gebruikt kon worden, zodat ik met toetsaanslagen gedrag en tijd vast kon leggen. De mogelijkheden waren nog zeer beperkt, maar het apparaat had ook slechts 24 kilobyte geheugen. IBM had intussen de personal computer gelanceerd, maar die was veel te groot en log om in een proefopstelling te gebruiken. Daar leende een klein draagbaar apparaat zich beter voor. Zo ontstond het idee om een programma voor de PC te schrijven dat compacte code kon genereren voor allerlei mobiele computers, die daardoor veranderde in een event recorder voor gedragsobservaties en naar de hand de data kon analyseren. Hiermee was die Observer geboren, dat het startpunt vormde van mijn latere bedrijf en dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt voor gedragsonderzoek, al ziet het tegenwoordig er heel anders uit dan het monochrome DOS-scherm van weleer. De mogelijke toepassingen van dit innovatieve concept in diverse disciplines waren regelmatig onderwerp van gesprek aan de familietafel, wat mijn zwagers Erik van der Loo, psycholoog, en Paul Timmers, fysicus, en mijzelf ertoe zetten om onze visie gezamenlijk te publiceren. Het verheugt mij dat onze discussies nog even levendig zijn als toen en dat zij beide vandaag in toga aanwezig zijn. Gedragsobservatie en registratie door een menselijke waarnemer is buitengewoon flexibel. Immers, alles wat je kunt observeren kun je met de computer scoren en daarna analyseren. Maar het is ook tijdrovend en subjectief. Menselijke waarnemers hanteren niet allemaal dezelfde definitie van gedragingen. Ze zijn beperkt in hun reactievermogen en kunnen fouten maken. Voldoende redenen om naar betere methoden te zoeken en daar bood nieuwe techniek uitkomst. Begin jaren 90 deed de digitale beeldverwerking haar intrede in het gedragsonderzoek. Dat wil zeggen dat de videocamera en computer de ogen, respectievelijk het brein van de observator, vervangen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leg ik u graag uit aan de hand van enkele plaatjes. We blijven nog even bij de entomologie. De objecten van studie zijn insecten op bladeren. Het startpunt is een gedigitaliseerd videobeeld van een insect, in dit geval een trips, tegen een achtergrond, het blad, bestaande uit beeldpunten, ofwel pixels. Als we alle pixels die behoren tot de achtergrond op grond van hun kleur uit het beeld verwijderen, blijft alleen het object over. We bepalen het zwaartepunt en de positie daarvan slaan we op in de vorm van een x-y-coördinaat. Als we dat vervolgens voor elk videobeeld doen, dan ontstaat een tijdreeks van xy-coördinaten ofwel een pad en daarmee kunnen we, naar verwijdering van de ruis, van alles berekenen. Snelheid van voortbeweging, moment waarop het dier een bepaald punt bereikt, tijd doorgebracht in een bepaald gebied, bochtigheid van het pad, etc. Zo kunnen we de voortbeweging van het dier objectief kwantificeren. Dit is het werkingsprincipe van videotracking, de basis van automatische gedragsregistratie. In de begindagen legde deze techniek nogal wat beperkingen op aan de onderzoeker. Men kon slechts één insect tegelijk volgen tegen een statische achtergrond die sterk contrasteerde met het dier. Intussen heeft de Wet van Moore haar werk gedaan. In 1993, het jaar waarin de eerste versie van het videotrackingprogramma Ethovision werd gelanceerd, bevatte een computerprocessor circa 5 miljoen transistoren. Inmiddels zijn dat er 50 miljard, ofwel 10.000 maal zoveel. Daardoor hebben hedendaagse computers een veel grotere rekenkracht en geheugen en hebben moderne videocamera's een veel hogere beeldresolutie en een fractie van de omvang van toen. Dat de wet van Moore haar eindpunt nog niet heeft bereikt,
is mede te danken aan ASML, de parel van de Nederlandse high-tech-industrie die de machines fabriceert waarmee steeds kleinere schakelingen kunnen worden geproduceerd. Het verheugt mij om vandaag professor Jos Benschop, Jos, je zit daar, Jos, precies, die aan het hoofd staat van deze ontwikkelingen bij ASML, in de corona te zien. Jos, de hier verzamelde gedragsonderzoekers zijn jou en je team veel dank verschuldigd. Dankzij deze technische evolutie hebben we de metingen enorm kunnen opschalen en kunnen we nu vele insecten tegelijk volgen, bij minimaal contrast en in een dynamische omgeving. We gaan sinds kort nog een stapje verder. Uit de voortbeweging van bladzuigende insecten kunnen we patronen halen die indicatief zijn voor het eetgedrag, waardoor het mogelijk wordt om videotracking in te zetten voor de ontwikkeling van gewassen die resistent zijn tegen insectenvraat. En zo belandt deze techniek uit het universitaire lab bij de veredelingsbedrijven en kan bijdragen aan duurzame landbouw, waar het allemaal om te doen was. Zulke innovaties vergen wel een lange adem. Tussen het samenwerkingsproject EntoTrack, waarin de eerste experimenten met videotracking bij insecten werden gedaan, en de lancering van het commerciële product EntoLab, wat u hier ziet, liggen meer dan 25 jaar. Er zijn meer dan 1 miljoen soorten insecten beschreven, maar qua investeringen in gedragsonderzoek valt de entomologie in het niet bij de studie van knaagdieren. Muizen en ratten vormen sinds jaar en dag de meest gebruikte proefdieren voor onderzoek aan het brein en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor neurologische en psychiatrische aandoeningen bij de mens. Gedrag is de ultieme uitleesparameter van de processen in het brein, van zintuiglijke input tot motorische output. De proefdierkunde is inmiddels een volwassen wetenschap geworden, waarbinnen de door Russell en Birch in 1959 gepropageerde principes van vervanging, vermindering en van verfijning van dierproeven de norm zijn. Echter, ondanks grote voortgang op het gebied van cellulaire en histologische modellen en recentelijk de ontwikkeling van organoïden, blijven studies met intacte proefdieren onmisbaar. Het is immers niet mogelijk om de gedragseffecten van Alzheimer, Parkinson of enige andere hersenaandoening in een petrischaaltje na te bootsen. De uitbraak van COVID-19, een ziekte die meerdere organen aantast, heeft nog eens duidelijk gemaakt dat een verbod op dierproeven op de korte termijn heilloos is. Op initiatief van collega hoogleraar Judith Homberg, hier aanwezig, is dit recent door een groot aantal Nederlandse neurowetenschappers internationaal onder de aandacht gebracht. Dat de efficiëntie en objectiviteit van gedragsobservaties aan knaagdieren gebaat is bij automatisering, was al in de jaren 80 van de vorige eeuw bekend. In die tijd pionierde de Utrechtse onderzoeker Barry Spruit, hier present, met digitale beeldverwerking in onderzoek aan de rat. In 1991 leerden wij elkaar kennen, wat leidde tot een vruchtbare samenwerking die meer dan 20 jaar zou duren. Zo zag in 1993 het programma Etovision het licht, het eerste softwarepakket voor videotracking en automatisering van gedragstesten. De wortels van Spruit lagen in de etologie. En hij had een sterke interesse in dierenwelzijn en heeft dat nog steeds, neem ik aan. Wat zich vertaalde in de wens om diergedrag in een zo natuurlijk mogelijke situatie te bestuderen. Immers, in die context komt afwijkend gedrag eerder tot uitdrukking en ontstaat een gevoelige meting. In technische zin werd door Spruit en de gebruikers van het Etovision systeem de lat steeds hoger gelegd, wat resulteerde in oplossingen voor het volgen van meerdere dieren in complexe omgevingen met bewegende achtergronden en wisselend licht en nieuwe uitleesparameters. Het ontwikkelteam bij Nolens IT leverde steeds verbeterde en uitgebreide software met als jaarlijkse deadline het congres van de Society for Neuroscience. Een grote impuls aan deze ontwikkelingen volgde in 2003 met de start van het NeuroBasic onderzoeksprogramma. Gedurende 12 jaar hebben neurowetenschappers en technici in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Wageningen samengewerkt aan de ontwikkeling van tools voor de fenotypering van knaagdieren en de screening van geneesmiddelen. In plaats van een batterij van losstaande testapparaten ontwikkelden wij het concept van de geïnstrumenteerde thuiskooi, waarin het dier spontaan gedrag kan vertonen op het moment dat het verkiest, terwijl de sensoren en de software hun metingen verrichten. In plaats van het dier van de ene naar de andere testarena te verplaatsen, brachten wij de testen naar het dier in zijn vertrouwde omgeving. Hiermee was de Phenotyper geboren, een concept dat is uitontwikkeld tot een commercieel product, waarvan inmiddels meer dan 2000 systemen in gebruik zijn. Vorige maand is een overzicht van studies gebruikmakend van dit systeem gepubliceerd, 18 jaar na de start van het NeuroBasic project.
Zolang kan de ontwikkeling, introductie, acceptatie en brede adoptie van een technische innovatie duren. Het verheugt mij om vandaag diverse samenwerkingspartners van toen in de corona en het publiek te mogen aantreffen. Een videocamera en ultrasonen microfoon zijn voldoende om spontaan gedrag van een knaagdier te meten. Maar om angst, leren, geheugen, aandacht of andere cognitieve functies te meten, moeten we die uitdagen. Dat kan door een combinatie van een taak, een beloning en stimuli. Gedragsbiologen zijn heel creatief in het bedenken van testparadigma's. De uitdaging van de productontwikkelaar is om deze te vertalen naar robuuste en gebruikersvriendelijke hardware en software. Een prachtig voorbeeld is de Cognition Wall, ontwikkeld door Neurobasic partner Silex. Een simpel stuk plastic met 3 gaten, daarachter een pellet dispenser en een script in Atovision dat de muis beloont met een snoepje als hij volgens een bepaald patroon door de gaten beweegt. Een wildtype muis leert dit trucje heel snel. Zo heeft een muismutant die verschijnselen vertoont van dementie, heeft er veel meer moeite mee. Zo heeft de Cognition Wall zich bewezen als een instrument waarmee indicatoren van Alzheimer in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden, nog voor aanvang van de plakpathologie in de hersenen. Steeds vaker willen wetenschappers uitwendig zichtbaar gedrag koppelen aan wat er zich in het lijf of het brein afspeelt. Daarvoor zijn de afgelopen decennia allerlei technieken ontwikkeld, zoals implanteerbare transmitters voor hartslag, bloeddruk of hersenactiviteit, optogenetica voor het stimuleren van specifieke hersengebieden met lichtprikkels en miniscopes waarmee een kijkje in het brein van een vrijbewegend dier kan worden genomen. Door de voortschrijdende miniaturisering zijn de sensoren zo klein en licht geworden dat ze kunnen worden toegepast in gedragsstudies in groepen, dieren, in een semi-natuurlijke omgeving, zoals geschakelde testkooien met aparte ruimtes voor eten, drinken, slapen en sociale interactie. Ik verheug mij erop om met mijn Nijmeegse collega's de technische grenzen te verleggen om relevante biologische vragen te beantwoorden op het snijvlak van gedrag, fysiologie en bioacoustiek. Proefdieronderzoek brengt ook weer verantwoordelijkheid met zich mee om met zo min mogelijk dieren een minimaal ongerief een optimaal wetenschappelijk resultaat te bereiken. Deels kunnen we dat bereiken door het instrumentarium te verfijnen, bijvoorbeeld door gedrag en fysiologie simultaan te meten in plaats van in aparte proeven, of door gebruik van AI-technieken waarmee de precisie van videotracking en gedragsherkenning wordt vergroot. Daarvan ziet u hier enkele voorbeelden. Daarnaast moeten we ons inspannen om de vele omgevingsfactoren die de uitkomst van een dierproef bepalen, van het dieet en het lichtregime tot de deodorant van het dierverzorger, te standaardiseren of op zijn minst te registreren en rapporteren. Deze stappen dragen bij aan de reproduceerbaarheid van dieronderzoek en de validiteit van diermodellen. Het kwaliteitsdenken in preklinisch onderzoek verdient meer aandacht. Vandaar dat ik graag een steentje bijdraag aan publiek-private samenwerkingsprojecten op dit vlak in Europa, zoals het EQUIP-programma en Noord-Amerika. Ten slotte is het goed dat proefdieronderzoek streng gereguleerd is en dat elk experiment vooraf wordt onderworpen aan ethische toetsing ten einde dierenwelzijn te borgen. We moeten ervoor waken dat de bureaucratie niet escaleert en contraproductief wordt. Extreem lange behandeltijden voor ethische aanvragen en rigide onderzoeksplannen staan haaks op de flexibiliteit die inherent is aan creatief onderzoek en verminderen de kans op grote ontdekkingen. Het gedrag van muizen en ratten wordt in het laboratorium bestudeerd omdat het model staat voor neurologische en psychiatrische aandoeningen bij de mens. De incidentie daarvan is immers aanzienlijk. En dat geldt zowel voor ontwikkelingsstoornissen zoals autisme als voor neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer. Wat zou het mooi zijn geweest als mijn vader, 93 jaar oud en al meer dan 10 jaar dementerend, hier vandaag aanwezig had kunnen zijn. Neurowetenschappers doen proefdieronderzoek ten behoeve van betere diagnostiek, medicatie of andere therapie. Maar de mens zelf, wat kunnen we daaraan meten? En hoe kan de techniek ons helpen om menselijke beweging, gedrag, communicatie en emotie beter te begrijpen? Gedragsmetingen aan de mens komen we tegen in de meest uiteenlopende vakgebieden. Niet alleen de psychologie en bewegingswetenschappen, maar ook meer toegepaste domeinen als de bedrijfskunde, consumentenwetenschappen, ergonomie en industrieel ontwerpen. En medische disciplines zoals neonatologie, kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie, oogheelkunde en revalidatiekunde.
Voor de ontwikkelaar van meetsystemen duizelt het soms. Zoveel mogelijke toepassingen. Maar in de kern gaat het bij de studie van non-verbaal gedrag slechts om een beperkt aantal modaliteiten, begrensd door het menselijk spier-skeletsysteem. Gelaatsexpressie, kijkrichting, gebaren, handelingen, houding en voortbeweging. Ik neem u graag mee langs enkele boeiende ontwikkelingen die zich daar voordoen. Een van de eerste die gelaatsexpressies in detail beschreef was Charles Darwin. U kent hem vast als de grondlegger van de evolutietheorie. Maar hij heeft ook verdienstelijk onderzoek gedaan naar de uitdrukking van emoties bij mensen en dieren. Darwin beschrijft in detail de gelaatsexpressies van de mens corresponderen met gemoedstoestanden, variërend van vreugde en verdriet tot vastberadenheid en godsdienstige toewijding. Hij spreekt al van de universele uitdrukkingsvorm van menselijke emoties, een concept dat 100 jaar later in detail is uitgewerkt door de Californische psycholoog Paul Ekman. Deze definieerde de 6 universele gelaatsexpressies die mensen vertonen, ongeacht geslacht, ras of leeftijd. Blijdschap, angst, boosheid, verdriet, verbazing en walging. In 1978 publiceerde hij het Facial Action Coding System, een op de spieranatomie gebaseerd systeem waarmee alle de zichtbare gelaatsbewegingen kunnen worden beschreven. Met de FACS-methode kan een getrainde expert zogenaamde Facial Action Units coderen en zo de gelaatsexpressie getalsmatig analyseren. Hierbij doet zich hetzelfde probleem voor als bij het scoren van diergedrag. Het is tijdrovend en subjectief, dus ook hier ontstond de roep tot automatisering. Net als bij de insecten en de knaagdieren lag de oplossing in digitale beeldverwerking, maar het probleem was een paar slagen complexer. In plaats van het volgen van het zwaartepunt van één bewegend object, gaat het bij automatische expressieanalyse om een proces van het vinden van een gezicht in het videobeeld, lokaliseren van de onderdelen van het gezicht en tenslotte de expressieclassificatie. De eerste die dat voor elkaar kreeg was Martin Den Uyl, de zoon van de beroemde politicus uit de 70e jaren, Joop, die ik leerde kennen op het Measuring Behavior Congres in 2005. Wij besloten onze technische en commerciële vaardigheden te bundelen en zijn Face Reader programma naar de markt te brengen. Dat was de start van een hechte en vruchtbare samenwerking die na zijn vroegtijdige dood in 2016 is voortgezet door zijn kinderen Tim en Tess. Na de automatische herkenning van basisexpressies volgde een gestage reeks van technische innovaties, waaronder de detectie van facial action units, affectieve toestanden zoals verwarring en verveling, hoofdbewegingen, grotere tolerantie tegen beweging, rotatie en wisselend licht en steeds betrouwbaarder expressieclassificatie. We kunnen nu zelfs iemands hartslag meten uit het videobeeld door de frequentie van de minieme kleurveranderingen van de haarvaten in de huid te meten. Deze zijn voor het blote oog niet te zien, maar voor een moderne videocamera waarneembaar. De techniek van face reading is inmiddels zo volwassen geworden dat deze voor allerlei praktische toepassingen ingezet kan worden, zoals het trainen van artsen in empathische gesprekken, detectie van pijn bij patiënten die niet kunnen spreken, herstel van gelaatsexpressie na plastische chirurgie, ontwerp van gebruikersvriendelijke websites en monitoring van aandacht en vermoeidheid bij chauffeurs. Van deze laatste toepassing ziet u hier een korte videoclip die ik u mag tonen omdat ik zelf de proefpersoon ben. Mijn enige advies, don't try this at home. Een ander aspect van menselijk gedrag dat sinds jaar en dag onderwerp van studie is, zijn houding en beweging. Een van de pioniers van de vastlegging ervan is de Engelse fotograaf Edward Muybridge, die eind 19e eeuw beroemd werd om zijn opnames van de bewegingen van mensen en dieren met in een rij opgestelde fotocamera's. In de jaren 20 van de vorige eeuw won de Russische fysioloog Nikolai Bernstein met de registratie van bewegingen met behulp van hoge snelheid fotografie en lampjes bevestigd aan het lichaam. Hij geldt als de grondlegger van de biomechanica en de ergonomie. Tot het eind van de 20e eeuw waren de optische motion capture systemen de standaard, gebaseerd op passieve of actieve markers geplaatst op het lichaam van de proefpersoon of acteur. Een relatief recente ontwikkeling is die van de inertiële sensoren, compacte elektronische schakelingen met daarin een 3D-versnellingsopnemer, gyroscoop en magnetometer. Die sensoren kunnen zelf de beweging registreren zonder de noodzaak van camera's. Deze techniek leent zich uitstekend voor het vastleggen van lichaamshouding en bewegingen, maar minder voor het volgen van een persoon in de ruimte, omdat de sensoren geen plaatsbepaling doen. Zij weten immers niet waar ze zijn.
Een sensortechniek die dat wel kan, is de Smart Floor. Een raster van passieve RFID-antennes onder de vloerbedekking, die communiceren met een RFID-laser in de schoen van de persoon wiens bewegingen gevolgd moeten worden. Deze techniek wordt sinds kort toegepast in zorginstellingen om het loopgedrag van bewoners in kaart te brengen, met als doel tijdig ingrijpen als het lopen achteruit gaat om zo valincidenten te voorkomen. Met collega's Karel Hooying, Jeroen Goossens en Richard van Wezel onderzoek ik of genoemde technieken kunnen worden ingezet om het navigatievermogen van slechtzienden te meten en zo het effect van een behandeling objectief vast te stellen. Ook aan het begin van het leven biedt sensortechniek nieuwe mogelijkheden. Van ontwikkelingspsychologen zoals Carolina de Weert weten we dat de eerste 1000 dagen van het menselijk lichaam bepalend zijn voor de latere ontwikkeling. Hoe eerder een ontwikkelingsstoornis ontdekt kan worden, des te beter. Daarom werk ik met collega-hoogleraar Sabine Hunnius en Marcel van Gerwen en de bedrijven Demcon en Nolles IT aan de ontwikkeling van een smart babysuit. Een soort rompertje voorzien van sensoren waarmee niet alleen bewegingen, maar ook hartslag en ademhaling van een baby gemeten kunnen worden. Met behulp van AI-technieken proberen we relevante lichaamshoudingen en gedragspatronen continu te volgen en zo afwijkingen eerder te vinden dan tijdens incidentele bezoeken aan een consultatiebureau. Ik hoop dat het u inmiddels duidelijk is geworden dat de combinatie van gedrag en techniek onbegrensde toepassingsmogelijkheden biedt. Dankzij de steeds verdergaande miniaturisering van sensoren en computers, snellere processoren en geavanceerde software, wordt de context waarin gemeten kan worden ook steeds ruimer. Wat vroeger alleen mogelijk was in het lab, kan nu ook thuis, in de auto of op straat. Want videotrackers en face readers kunnen inmiddels overweg met de dynamiek van wisselende omgevingen. We kunnen bijna overal gedrag meten, ook als mensen het niet doorhebben. Maar willen we dat wel? En als we gedragsherkenning gaan automatiseren, bijvoorbeeld met moderne deep learning technieken, dan moeten we ons realiseren dat een herkenningsalgoritme slechts zo slim is als de data waarop het is getraind. Dagelijks kunnen we in de kranten lezen hoe grote internetbedrijven op dat vlak uitglijders maken. Dit brengt mij op het derde sleutelwoord uit de titel van mijn oratie, ethiek. Een onderwerp dat mij bijzonder boeit. Ik neem u graag mee terug in de tijd aan de hand van een anekdote. Degene onder u die het afgelopen jaar tijdens een van de corona-lockdowns een videogesprek met mij hebben gehad, zullen zich wellicht afgevraagd hebben, wie is dat toch bovenop die kast? Dat is Dante Alighieri, de Italiaanse dichter en filosoof uit de 13e, 14e eeuw en schrijver van het beroemde drieluik La Divina Commedia. In mijn tienertijd bezocht ik regelmatig mijn grootvader, een erudite medicus met een passie voor de klassieke theologie en filosofie. Ik snuffelde graag in zijn enorme bibliotheek, waarbij één object een bijzondere aantrekkingskracht op me had, een buste van Dante. Mijn interesse ontging mijn grootvader niet en hij daagde me uit. Als jij de Goddelijke Komedie helemaal leest en mijn overhoring doorstaat, dan is dat beeld van jou. Hij overhandigde me drie dikke pillen, de hel, het vage vuur en het paradijs. Bij elke volgende ring op weg naar het dieptepunt van de hel werd het verhaal spannender. Achtereenvolgens ontmoette ik de verleiders, de vleiers, de omkoopbaren, de huichelaars, de tweedrachtzaaiers, de verraders en vele anderen die zich ernstig hadden misdragen. Het maakte een onuitwisbare indruk op me. De Goddelijke Komedie werd geschreven in het begin van de 14e eeuw. We zijn inmiddels 700 jaar verder, maar dit kunstwerk heeft aan actualiteit niets ingeboet. We komen deze lieden immers nog elke dag tegen, op tv of in de krant. Zo'n 1500 pagina's en een overhoring later was het beeld van mij en sindsdien reist Dante mee door mijn leven. Ruim 60 jaar na de publicatie van Russell en Birch zijn de principes van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven en het belang van dierenwelzijn algemeen geaccepteerd in het biomedisch onderzoek. De discussie over de risico's van automatische gedragsmetingen bij de mens staat echter nog in de kinderschoenen. Medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland is sinds jaar en dag onderworpen aan toetsing door medisch-ethische commissies. En toestemming vooraf is een van de standaardregels voor onderzoek met proefpersonen. Maar voor de toepassing van biometrische datacollectie buiten het laboratorium en in de openbare ruimte zijn de spelregels nog volop in ontwikkeling. Pas sinds 3 jaar hebben we in Europa strenge wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, de GDPR, in ons land AVG geheten. Maar in Amerika en Azië is men nog niet zover.
De GDPR stelt dat organisaties niet meer persoonsgegevens mogen verzamelen dan strikt noodzakelijk en dat deze niet vrijelijk met derden mogen worden gedeeld. Maar wat er precies met deze gegevens gebeurt, is niet bij wet geregeld. Met moderne AI-technieken kunnen we in videobeelden, geluidsopnames en fysiologische signalen van mensen, dat zijn allemaal persoonsgegevens, bewegingen, gedragingen en emoties detecteren, ten behoeve van vele nuttige toepassingen. Maar deze technieken kunnen ook in theorie worden benut voor doeleinden die mensen schade kunnen opleveren, zoals beoordeling en selectieve behandeling van etnische minderheden, immigranten, asielzoekers of verdachten in een strafproces. Zoals bij elke nieuwe technologie loopt de wet en regelgeving ter bescherming van de burger tegen ongewenst gebruik van die technologie vele jaren achter op de ontwikkeling ervan. De Europese Commissie heeft in april van dit jaar een voorstel gepubliceerd voor de Artificial Intelligence Act, waarin regels worden vastgesteld aangaande de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen. Deze wet kan grote gevolgen hebben voor AI-onderzoekers en toepassers. Daarnaast is er regelgeving ten aanzien van de export van goederen naar landen buiten de Europese Unie. Technologie en producten voor camera-observatie en automatische herkenning van gedrag en emoties zijn momenteel niet vergunningplichtig, maar dat kan op enig moment veranderen met mogelijk grote gevolgen voor wetenschappers met samenwerkingspartners buiten de EU en voor ondernemers die wereldwijd zaken doen. Totdat die regulering er is, bevinden wetenschappers die kansen zien om met nieuwe technologie een probleem op te lossen en ondernemers die kansen zien om deze technologie uit te baten zich in een grijs gebied. Enerzijds moeten zij de vinger aan de pols houden bij de instanties die de nieuwe wetgeving voorbereiden, om ervoor te zorgen dat niet met het badwater ook het kind wordt weggegooid. Immers, het elimineren van de risico's van gedragsobservatie, registratie en analyse mag er niet toe leiden dat de samenleving verstoken blijft van de waardevolle toepassingen ervan. Anderzijds moeten zij op hun eigen morele kompas varen. En op die tocht moet men voorbereid zijn op ontmoetingen met journalisten, politici en NGO's die een punt willen maken, maar niet altijd tijd hebben voor grondig feitenonderzoek en wie communicatie niet altijd ruimte biedt voor nuance. Zo kan het gebeuren dat een verband dat door een journalist werd gesuggereerd, namelijk tussen het gebruik van het Nederlandse softwarepakket FaceReader op een instituut in Beijing en de repressie van etnische minderheden in het westen van China, achtereenvolgens leidde tot krantenartikelen, kamervragen, een kritisch rapport van Amnesty International en een berg hate mail aan mijn adres, allemaal zonder enige feitelijke basis. Dat was een onplezierige, maar tegelijkertijd leerzame ervaring. Het heeft mij duidelijk gemaakt dat wetenschap en techniek niet voldoende zijn om te komen tot duurzame innovaties, maar dat de ethische aspecten van de toepassing daar onlosmakelijk mee zijn verbonden. Dit inzicht leidde tot de formulering van een ethisch beleid ten aanzien van face-reading, waarin helder wordt gemaakt wat voor data er verzameld wordt en wat er met die data gebeurt, wat wel en wat niet kan, wat wel en wat niet mag. Zo staat mijn onderneming het gebruik van face-reader alleen toe met instemming van de proefpersoon en verbiedt het de toepassing voor surveillance in de openbare ruimte, het gebruik als leugendetector of de inbouw in wapensystemen. Met alleen een ethisch beleid ben je er als ondernemer niet. Dat beleid moet ook in de praktijk worden gehandhaafd. Dat vraagt om een verkoopbeleid, training van medewerkers in verschillende landen en culturen, monitoring en vastlegging. En vooral in gesprek blijven met alle betrokken partijen, zodat de discussie wordt gevoerd op basis van feiten en niet op basis van suggesties, aannames of onderbuikgevoel. Bij het ontwerp van de AI-wet onderscheidt de Europese Unie verschillende risiconiveaus, van afwezig of verwaarloosbaar tot onacceptabel. Dit raakt ook het gedragsonderzoek, waar we vaak te maken hebben met vergaring en verwerking van biometrische data. De auteurs van de AI-wet pleiten voor transparante, non-discriminatoire en verifieerbare algoritmes, ofwel explainable AI. Dit staat op gespannen voet met de gewoonte van softwarefabrikanten om algoritmes, trainingsdata en broncode verborgen te houden in een black box. Het succes van een softwareproduct is echter van veel meer factoren afhankelijk. Daarom vind ik voor wetenschappelijke software tools een white box benadering te prefereren. Gelukkig sta ik er als wetenschapper en ondernemer niet alleen voor. Binnen de ACTI, het technische zusje van de KNW,
En binnen CAETS, de wereldkoepel van Academies of Engineering, is communicatie over wetenschap en techniek naar een breed publiek een belangrijk onderwerp van discussie. Buiten academische kringen vindt de discussie over kansen en verantwoorde toepassing van AI plaats in een nationaal verband van publieke en private partijen, de Nederlandse AI-coalitie. Sinds juni 2020 gebeurt dit ook op wereldschaal in de Global Partnership on Artificial Intelligence. Ik ben er trots op lid te mogen zijn van deze organisaties. Dat stelt mij in staat om het gedachtegoed van de Radboud Universiteit op het gebied van AI en innovatie in te brengen in discussies op nationale en internationale schaal en wat ik daarvan neem mee terug te brengen naar Nijmegen. Mijn leeropdracht luidt Behavior, Information Technology and Innovation. Het bouwen van bruggen tussen de Radboud Universiteit en bedrijven op het gebied van gedrag van dier en mens en techniek, waaronder AI, beschouw ik als een van de taken binnen de pijler Innovation. Daarnaast wil ik bijdragen aan het onderwijs in de Master Track Science Management and Innovation, het stimuleren van ondernemerschap, de coaching van start-ups en de valorisatie van uitvindingen binnen de faculteit in samenwerking met Radboud Innovation en Radboud AI. Toen onze decaan mij vroeg of ik mij kon identificeren met het profiel van een Pasteur-professor, hoefde ik daar niet over na te denken. Want in de Pasteur-kwadrant komen twee van mijn ambities samen, fundamenteel onderzoek met een praktische toepassing. Ik juich het dan ook toe dat het bestuur van onze faculteit haar strategische plan 2021-2025 de titel Science with Impact heeft gegeven. Ik verheug mij ook op het geven van onderwijs. Naast Science Management and Innovation betreft dat Methods in Neuroscience in samenwerking met collega's Paul Tiesinga, Richard van Wezel en Francesco Battaglia en Animal Ecology in samenwerking met Henk Siepel. Vanwege COVID-19 heeft mijn onderwijs zich tot nu toe bijna uitsluitend online afgespeeld. Door de nood gedwongen hebben we in korte tijd voor beide vakken digitale practica ontworpen en met succes online uitgevoerd. Maar live is toch leuker en ik hoop vanaf nu gewoon voor de zaal te kunnen staan en een echte dialoog met studenten aan te kunnen gaan. Last but not least het onderzoek. Vanwege de beperking van een deeltijdaanstelling zullen de collega's bij Biofysica mij niet vaak in het lab aantreffen. Ik zal mijn energie richten op het initiëren en medebegeleiden van master- en PhD-projecten met als doel de ontwikkeling van nieuwe technieken voor automatische gedragsregistratie bij mens en dier. Het promotieonderzoek van Elsbeth van Dam met collega-promotor Marcel van Gerwe is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er lopende projecten en plannen samen met Bernard Englietz aan vocalisaties bij muizen, met Judith Homberg aan EEG en gedrag bij muizen, met Peter Klaren aan leertaken bij zebravissen, met John van Opstal aan eye-tracking bij MS-patiënten, met Richard van Wezel en Karel Hooying aan bewegingsanalyse bij slechtzienden en het reeds genoemde Smart Baby Suit. Ik hoop dat deze projecten mooie wetenschappelijke resultaten en duurzame innovaties gaan opleveren. Collega's bij de afdeling Biofysica, dank voor de warme ontvangst en opname in jullie midden. Het multidisciplinaire karakter van het Donders Instituut, waar biologie, psychologie, informatica en AI samenkomen, met onderzoekssubjecten van muis tot mens, sluit perfect aan bij mijn persoonlijke interesse, passie en ambitie. Ik ben daarom dank verschuldigd aan Richard van Wezel, John van Opstal en onze decaan Lutgarde Buidens voor het initiëren van mijn leerstoel en mijn benoeming aan de faculteit. Collega's van Nolders Information Technology, jullie gaan mij iets minder zien in Wageningen. Maar daarentegen worden jullie verlost van gekke onderzoeksprojecten waar nog geen business case aan ten grondslag ligt. Van dat onderzoek zullen Nolders IT en andere bedrijven te zijner tijd profiteren, terwijl Radboud studenten hun voordeel kunnen doen met de best practices die 30 jaar ondernemerschap hebben opgeleverd. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe brug tussen Nijmegen en Wageningen druk tweerichtingsverkeer zal zien. Ten slotte wil ik mij richten tot het team dat het mij het meest dierbaar is. Ludo, Bento, Hugo en Elisha. Jullie zijn mijn spiegel en klankbord. Jullie frisse blik en kritische feedback zijn voor mij een doorlopende bron van inspiratie. Jullie dagen me ook sportief uit, te land en te water. En dat houdt me jong. Ga daar vooral mee door. Hugo, heel tof van je dat ik mijn oratie op jouw verjaardag mag houden. En Manike, jij bent mijn liefste maatje en sparringpartner. Geweldig dat wij samen de reis door het leven mogen maken. En ik ben je dankbaar dat je me steunt in alles wat ik onderneem. Dames en heren, ik ben aan het eind van mijn voordracht gekomen. U weet nu wie mijn inspiratoren waren en zijn. De combinatie van techniek en gedragsonderzoek heeft onbegrensde toepassingen.
maar alleen met verantwoord gebruik van proefdieren, verantwoorde datacollectie bij mensen en verantwoorde inzet van AI kunnen we duurzame innovaties realiseren die bijdragen aan een betere wereld. Hier zal ik de komende jaren samen met mijn collega's, studenten en partners van de Radboud Universiteit graag mijn schouders onder zetten. Ik heb gezegd. En een korte samenvatting van mijn oratie vindt u aan de binnenzijde van mijn toga. Maar omdat ik die hier niet kan opendoen, met dank aan mijn zus Cecile voor het ontwerp. Dank u wel, professor Noldus, voor deze indrukwekkende oratie. Ik ben ervan overtuigd dat, ja, en heel blij dat u voor onze faculteit en in ons onderzoeksinstituut komt werken. En ik ben er zeker van dat u ons strategisch plan Science with Impact met verve een stap vooruit zult helpen. Zeker op het gebied van, nou, wat u zegt, techniek, gedragswetenschappen, computer, artificiële intelligentie zijn enorme mogelijkheden die voor de toekomst, zowel voor mens als voor dier. En daarbij dan nog het belang dat u hecht en de bijdrage die u levert, geholpen door Dante, aan de ethische kant van de dingen, dat is indrukwekkend. Wij kijken er naar uit. Wij zijn bij deze gekomen aan het einde van deze academische zitting. En ik wil nogmaals professor Noldus danken, maar ook alle aanwezigen hier, zowel diegenen die hier in de zaal zijn, maar ook diegenen die digitaal aanwezig zijn via de livestream. Vooraleer dat we de zitting eindigen met een gebed, ga ik eerst nog een aantal huishoudelijke mededelingen zeggen. En de eerste is dat we zo dadelijk deze zaal verlaten. En de cortège zal eerst de zaal verlaten en daarna kunnen alle gasten de volgen om de zaal te verlaten. Professor Noldus vraagt dat diegenen die niet naar de hemel kunnen gaan om een toast en een felicitatie aan professor Noldus te kunnen geven, dat die zijn welkom hier beneden voor toch nog een toast en een drankje te nemen. Bij deze wil ik dan deze academische zitting sluiten en, zoals ik al zei, naar gewoonte van deze universiteit met een gebed. En hiervoor verzoek ik u om te staan. Gratia tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficis tuis, qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum.